1. Maar u kunt ook de Radio 1-app gebruiken. Dan kunt u reageren op deze uitzending. Hein Mevensen is een duizendpoot. Regisseur, reclameman, ontwerper, fotograaf en tekenaar. Hij bedacht en maakte samen met Diederikje Bok de vele boekjes over de wereld van Olly, de geliefde olifant waar kinderen helemaal gek op zijn en die inmiddels wereldberoemd is. En ook bedacht hij John's Phone, een heel eenvoudig te gebruiken telefoon. Een groot succes. Hij ging in 2008 zijn geluk beproeven in de Verenigde Staten en niet onsuccesvol. Ik sprak hem eerder. En dat deed ik via Skype. En ik vroeg hem waarom hij naar Amerika is gegaan. Nou, ik werkte al heel veel voor Amerikaanse klanten. Dus qua regiewerk en reclamewerk en zo. En kwam wel vaker in Amerika. En ik vond het eigenlijk altijd leuk. De eerste keer dat ik er kwam, had ik al meteen zoiets dat ik thuis was. Om een of andere reden. En toen dacht ik van, nou, ik wil hier ooit wonen. En op een gegeven moment heb ik gewoon die stap genomen en gedacht, ik doe dat gewoon. En dat lijkt me toch een hele moeilijke stap. In één keer hè, vanuit Nederland toch naar de Verenigde Staten echt om daar te gaan wonen. Hoe heb je dat geregeld? Nou ja, eerst ben ik eigenlijk gewoon op een business visa gegaan. Zo kon ik dan lang in het land blijven. Of lang, ik moest elke paar maanden moest ik dan weer het land uit even. Dan moet je trouwens heel voorzichtig mee zijn, want als je daar over die grens heen gaat, dan krijg je een kruisje achter je naam en dan kom je het land niet meer in. En ondertussen heb ik toen een aanvraag voor een green card gedaan. Wat op zich wel een heel moeilijk proces was, omdat ik niet in loondienst ben van een bedrijf. En ik het dus op mijn eigen naam wilde krijgen. En dat is een heel ander traject dan dat je, weet je wel, dat je een baan krijgt hier en dat je werkgever een green card voor je regelt. Maar het is me uiteindelijk gelukt. Na heel veel gedoe, die kan je dan begrijpen, kun je over 3 jaar of zo kan ik citizen worden, staatsburger. En dan ben je ook van plan om uiteindelijk ook echt Amerikaans staatsburger te worden? Ja, ja. Kan je voorbeelden noemen? Wat is nou het grootste verschil als je naar Europa kijkt en naar de Verenigde Staten? Nou, hier in Amerika gaat het eigenlijk, in principe het grootste verschil zit in de mentaliteit, vind ik. Dat is hier gaat alles om vrijheid. Om keuzevrijheid. Dat is het meest belangrijke goed hier. En dat is, dat klinkt heel simpel van, ja, dat hebben we in Europa ook, willen mensen ook vrij zijn, maar dat is toch anders. Dat is vrijheid is niet een bakje friet op straat gooien, maar vrijheid is dat je keuze hebt. En dat is in Nederland anders? Of hebben wij minder vrijheid? Of is het een andere vorm van vrijheid bijvoorbeeld? Ja, nou ja, Nederland is een socialistisch gebaseerd land eigenlijk, weet je wel, dus het is een verzorgingsstaat. Dat is hier niet. Dat zou ook niemand accepteren. Je ziet bijvoorbeeld wel dat er een soort Obamacare is gekomen, hè? Eigenlijk naar Europees voorbeeld. Is dat succesvol dan, of juist helemaal niet in Amerika? Nee, Obamacare is één grote ramp eigenlijk. Wat Obamacare eigenlijk heeft gedaan, is alle verzekeringen omhoog gedreven. Nou ja, dat zit dan bij een aantal verzekeringsmaatschappijen waar je kan afsluiten en maar hier in Californië of zo, moet je dan ineens verzekeren. Dus die verzekeringsmaatschappijen denken, nou fijn, iedereen moet zich verzekeren, dus alles wordt duurder. En het verstoort feitelijk de markt, omdat er een verplichting aan is gesteld. Ja, het heeft de markt ontzettend verstoord. En kijk, eerst kon je hier gewoon, je kan hier over alles onderhandelen eigenlijk. Dus ook weer verzekeren, je moet het zelf allemaal uitzoeken, het is allemaal wat meer werk en zo, niemand doet het voor je. Dus je kan ook kiezen van, nou, ik wil een mindere verzekering. Je kan zelfs kiezen wat voor league of ziekenhuizen je wil komen. Dus bij duurdere ziekenhuizen, bij goedkopere ziekenhuizen, bij... snap je? En wat ze vaak in Nederland doen, en dat is omdat ze dat denken dat het goed is. Weet je, denken van, ja, in Amerika, daar kunnen mensen niet verzekeren. Of daar zijn ze te arm voor of zo, maar dat is gewoon onzin. Daar heeft het niks mee te maken. Het gaat om de keuze. Het gaat om de keuze dat ik kan kiezen, ik verzeker me niet. Ik heb vrienden van me hier die zijn onverzekerd. Niet omdat ze niet kunnen betalen, ze hebben geld zat. Maar ze denken gewoon, ik leef liever gezond, ik besteed aan andere dingen. En als ik ziek word of zo, heb ik pech. En dat risico neem je dan eigenlijk. En je zegt eigenlijk dat is een grotere vrijheid dan we bijvoorbeeld in Nederland hebben, waar we toch verplicht worden om een verzekering af te sluiten. Hè? Of je nou wil of niet, wij moeten in Nederland altijd betalen. Ja, en eigenlijk is dat bizar gewoon dat de overheid je dat verplicht, vind ik tenminste.
Hoe kijk jij naar de Nederlandse media op dit moment? Want kijk, als je in Nederland kijkt naar de televisie, dan wordt Obamacare bijvoorbeeld altijd aangeprezen. Er wordt ook vaak gezegd dat Hillary Clinton heel goed is. En Donald Trump, ja, dat we die beter niet kunnen hebben. Dat is het beeld wat de Nederlandse media over het algemeen geven. Hoe kijk jij daarnaar? Kijk, Nederlandse media leggen alles langs de Nederlandse meetlat. En ook als het over Amerika gaat, dan gaat het langs de Nederlandse meetlat. Daarom is Obamacare goed in Nederland, volgens Nederlanders. Stoor jij er ook aan dat gebeurt? Of vind je het ook wel logisch dat vanuit Nederlands perspectief wordt bekeken? Nee, nou ja, ik vind het media in Nederland sowieso altijd. Ik heb het altijd raar gevonden. Ik kom oorspronkelijk uit Limburg. Ik heb in Amsterdam gewoond 20 jaar. Maar ik vind het al raar, weet je wel. Berichtgeving over de provincie doen ze al bijna niet. Of kunnen ze al niet. Laat staan dat ze het over de grens kunnen doen. Begrijp je? Dus. En ik heb me altijd afgevraagd hoe dat kan. Het is zo'n klein land. Ik denk van ja, het is allemaal heel erg behapbaar. Ik bedoel, Nederland, ik woon in L.A., daar wonen meer mensen dan in heel Nederland. En dan denk ik van ja, en dan is dat toch nog heel moeilijk blijkbaar om buiten Amsterdam nog voor goed nieuws te zorgen of zo. Of een goede dekking te geven. Ja, en dan over Amerika. Ja, ik moet er eigenlijk soms moeten lachen. Ik was een paar maanden terug was ik in Nederland en toen zag ik wat. Het is een beetje kinderachtig, weet je wel. Republikeinen worden neergezet als witte christenen, rednecks, democraten, als hele goede mensen. En dan denk ik van jeetje, er wordt ook helemaal niks uitgelegd waar het allemaal vandaan komt of zo. Wat de achtergrond is van een Republican, wat de core van een Republican Party is of van de Democrats. Vind je dat er een karikatuur ook wordt gemaakt in Nederland? Van hè, de ene kant die republikeinen die inderdaad worden weggezet. Hè, van ja, dat zijn toch een soort halve fascisten. Hè. Soms wordt er wel eens geroepen. Ja. Is dat een karikatuur? Nee, dat is niet eens een karikatuur. Het is gewoon stemmingmakerij. Kijk, republikeinen willen gewoon een kleine overheid hebben. Dat is eigenlijk de core business wat de republikeinen willen. Zo weinig mogelijk overheid en zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid bij de burger neerleggen en zoveel mogelijk rechten bij de burger hebben. De Republikeinen waren notabene de partij die de slaven ooit hebben bevrijd, toen de Democrats de slavernij wilden houden. Daar is de burgeroorlog over geweest. Het heeft totaal niks met racisme te maken. Ik ken genoeg zwarte Republikeinen, Koreaanse Republikeinen, vrienden van mij, die het zijn echt geen witte christelijke rednecks. En natuurlijk heb je die ook, maar die heb je ook aan die andere kant zitten. Ja, dus ik ben zelf 4 jaar geleden voor de verkiezingen in de Verenigde Staten geweest. Ook in Californië, ook in Los Angeles. En daar was ook een kandidaat van Mexicaanse afkomst, hè, voor de Republikeinen. Wat in Nederland werd gezien als van nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Maar dat komt eigenlijk heel regelmatig voor ook. Ja, maar ook de aanhouders, de mensen die stemmen op de Republican Party, dat zijn gewoon, die kunnen van alle kanten komen die. Maar het wordt in Nederland elke keer weggezet als een soort van, ja, een soort racistische. En terwijl ze juist het meest ver van racisme afstaan, verder eigenlijk dan de Democrats. De Democrats, en eigenlijk is het veel racistischer, vind ik. Zij strooien met candy. Ze zeggen gewoon, weet je, jullie krijgen geld, we pakken het af van de rijke witte man en jullie gaan het krijgen. Change, weet je wel. Dat gaan jullie krijgen. Dat is racisme. Door die mensen elke keer in een hoek te blijven duwen, dat ze zielig zijn. In Nederland wordt toch altijd ook met enig argusogen gekeken naar het recht op zelfverdediging, dan gewapende zelfverdediging. De Second Amendment is dat, hè? Hoe sta jij daarin? Ja, ik moet eerlijk zeggen, het dragen van een wapen hier, of het hebben van een wapen, is trouwens per staat totaal verschillend. Hè? Je hebt ook staten waar het ontzettend aan banden is gelegd en staten wat veel vrijer is. Hoe is dat bij jou? In Californië mag je wapens hebben, je mag niet concealed dragen. Dus onder je jas dragen heb je dan ook weer vergunningen voor nodig en zo. Ja, iedereen die ik ken heeft een wapen, zal ik het zo zeggen. Heb je er zelf ook een? Sorry? Heb je er zelf ook een? Nee. Ik ben wel af en toe gaan schieten op de schietbaan, maar in de woestijn hier. Maar je draagt er zelf geen, nee. Het is heel erg vermengd met het gelijkheidsrecht hier in Amerika. Vroeger, toen na de burgeroorlog, toen de slaven vrij waren, de zwarten vrij, is er helemaal een periode geweest dat zwarten geen wapen mochten hebben en zich niet mochten verdedigen.
Dat is begrepen door de Republicans trouwens. Die hebben gezegd, iedereen is gelijk. Dus zwarten mogen een wapen dragen en mogen ook hun land verdedigen en hun huis verdedigen en zo. Er is een heel gedoe over geweest. Begrepen is dat er doorgekomen en dat was eigenlijk de allereerste keer dat ongeacht religie, ongeacht ras, whatever, iedereen gelijk was hier. Dat zit heel diep hier in de Amerikanen. Dat heeft eigenlijk niet te maken, niet eens zozeer met het verdedigen op zich. Het heeft gewoon mee te maken dat je het recht hebt te doen en dat jij dat mag. Het is gelijkheid. We hebben daar twee presidentskandidaten waar in november voor gestemd kan worden. Jij kan dus nog niet stemmen, begrijp ik, want je bent nog geen officieel citizen, neem ik aan. Maar over een paar jaar dus kan jij dus ook stemmen. Ja, de volgende keer mag ik meedoen. Ja. Maar als je zou mogen stemmen en je hebt de keuze tussen Hillary Clinton en Donald Trump, op wie zou jij dan stemmen? Op Trump. En kan je uitleggen waarom? Nou, omdat ik vind hem wel een goede kandidaat. Ten eerste ook weer omdat hij geen politicus is. Dat denk ik, dat is heel verfrissend. Een ondernemer. Amerika is groot geworden door ondernemers, Carnegie, Rockefeller. Ik denk dat het ook deze tijd de tijd rijp is om ander soort mensen aan de macht te hebben dan politici. En ja, Hillary Clinton, zij is gewoon niet te vertrouwen. Ik zou sowieso nooit op haar stemmen, nooit, never. Nee, er is veel gedoe over dat e-mailverkeer bijvoorbeeld. Dat wordt een ramp gewoon als zij president gaat worden. Waarom zou het een ramp worden? Wat is je grootste angst? Nou, omdat zij is een machtslusteling. Ze doet het uit macht. Ze is een democrat. Ze wil meer overheid. Ze paait mensen inderdaad. Weet je, door allemaal dingen te beloven. Maar daarentegen komt ook dat je meer government control krijgt. En ze is verliefd gewoon altijd. Ze is gewoon niet te vertrouwen. We hadden vorige week nog iemand in de uitzending die ook aangaf van ja, weet je, die Clintons, hè, dus Bill Clinton samen met Hillary, die toch al jarenlang eigenlijk ja, een soort machine bezighouden en eigenlijk allerlei dingen aan het doen zijn om hun macht te behouden. Daar herken je ook wel in, begrijp ik. Ja, daar staan ze bekend om. Ik bedoel, ze hebben allemaal vriendjes en baantjes geholpen. Ze hebben zelfs foundations opgericht waar ze geld uithalen. En wat ze dan weer zelfs hun dochter gebruiken ze voor dingen. Ik denk dat het een House of Cards is, volledig op de Clintons geschreven. Ja, Bill Clinton als Frank Underwood, maar dan andersom zou ik maar zeggen. Nou ja, ik weet niet. Ik heb zo'n idee dat die serie dat hetzelfde gaat gebeuren, dat zij ook president gaat worden op een gegeven moment. Ja. Nou ja, we zullen dat zien. Tot slot, hè. Want wat zouden de Nederlandse media, we zijn nu op de Nederlandse radio, moeten doen om beter te berichten over Amerika? Dat uit ons hok komen in Hilversum, of wat moeten wij beter doen? Sowieso denk ik, het is heel goed om niet alles langs de Nederlandse meetlat te leggen. Net over Amerika, ik denk dat het heel veel mensen denken, en dat dacht ik vroeger ook van, ja, Amerika dat is westers, dus dat is een soort van hetzelfde als wij zijn, of als Europa of zo, maar dat is het niet. De Amerikaanse cultuur staat net zo ver van de Europese af als de Chinese. De totaal cultuurverschil, en zo moeten ze het ook zien. En dat was Hein Mevissen. Hij is regisseur-reclameman in Los Angeles. En we spraken hem over Amerika, hoe de Nederlandse media daarover berichten en hoe hij eigenlijk ook in het leven staat.